Nou begin je dus een winkeltje. Je bent heel Nederland aan het rondreizen om het winkeltje te vullen. En dan? Ja, dan open je het winkeltje en dan hoop je dat het gaat lopen. En dat was in maart, in het voorjaar. En al heel snel merkte ik dat ik een van het zonnigste pandje in Bennekom had. Want ik had altijd zon. Hmm. En het was een ontzettend mooi voorjaar. Dus iedereen kwam en kwam. En mijn winkeltje was wel mijn winkeltje, maar mijn koffietafeltjes bleven gevuld. Ik dacht, help. En ik dacht, ik begin een eenmanszaakje en ik doe het alleen. Relaxed. Ja. En daar kwam schoonzus en nog schoonzus en schoonvader en schoonmoeder en allemaal in de keuken en afwassen. En iedereen had zoiets van, oh kind, wat gebeurt er? Ja. En ik keek heel blij. Ik zeg, oh. Nou, en toen bleek dus heel snel dat we te klein waren. Ja. En we dachten, ja, mooi voorjaar. Hoeveel tafels had je toen in het begin? Ja, 5. Ja. Ja. En ik kon iets van 20 mensen nog niet eens kwijt. Maar het veranderde eigenlijk van het kopen van koffie, thee en accessoires en muffins en zo. Ja, tot schenkerij. Tot schenkerij. Ja, totdat iedereen eigenlijk zoiets had van, het is het hier relaxed en een kopje koffie met lekkers erbij en een bonbonnetje. Hm. En dus ik zei tegen Evert-Jan, dit gaat de hele goede kant op. Of eigenlijk de verkeerde kant. Want we zijn te klein, we moeten iets doen. Dus toen hebben wij in juli besloten dat we de zaak uit moesten breiden. Maar zoals je onderhand weet... Dat is eigenlijk al heel snel, hè? Ja, dat was na 4 maanden. Maar dat was best heel spannend. Want je investeert eerst in, zoals wij dat dan noemen, de voorkant van het bedrijf. En dan kun je achter nog 100 vierkante meter bij huren. En dat is best natuurlijk heel veel. Maar we hebben het gedaan en toen zijn we, zoals je weet, onze hobby's nagaan en bouwen en bouwen. En met heel veel hulp van vrienden en zijn we achter gaan bouwen. En nou zijn we zo rijk dat we 74 zitplaatsen hebben binnen. En dat was prachtig. Dat hebben we in oktober geopend. De muren doorgebroken, maar we hadden net voor een nieuwe wc en een nieuwe keuken. We moesten alles weer afbreken naar het nieuwe. Naar het oude en weer nieuw maken. Ja. En ook andere eisen natuurlijk, want we kregen een horecavergunning erbij. Dus we mochten drank schenken. Dus daar kwam nog wel veel meer bij kijken. Heb je toen iemand binnen moeten halen die een vergunning had? Of heb je het zelf? Nee, tussen het bouwen door zijn we ook nog even aantallen diploma's gaan halen. En dat maakte het wel druk in die periode, vrij hectisch. Maar we deden in oktober de deuren open en we bleven vol. Tjonge. Ja, en dat maakte het mooi dat we achter ook nog een klein stukje hadden. Dus we konden achteren, in april hebben we een mooi achterterrasje bijgemaakt. Dus nu kunnen ze voor en achter in de zon zitten. Dus ik kan zeggen een ontzettend mooie groei. En de mensen blijven maar komen. En ze blijven komen, ja. Ja, het is ook wel zeg maar trendy eigenlijk. Hè? Een soort relaxed zit waar je een goed kop koffie kan krijgen. En, ik merk ook dat daar erg de behoefte aan is. Maar ook van tegenwoordig de zakenmensen die even met hun laptopje en espressootje even wat bij willen werken. En eventjes gewoon even aan de koffiebar. Het hoeft nooit lang te zijn, maar even inloggen. En dan merk ik dat wifi ook een heel groot begrip is bij ons in het bedrijf. Ja, natuurlijk heel belangrijk. Ja, dat is heel belangrijk. Ja. We gaan luisteren naar een volgend nummer alweer. Hier komt Bluff met Later als ik groter ben.